Het meeste dat is kriegen en er zijn soort woorden bij die we vervangen bij de gemeente en daar heb ik gewoon nou, dat we het wogen en daar heb ik gewoon een kilo prijs voor jou. Ja, ja. Ja. Ik ken er maar vanuit dat er eigenlijk niks illegaals bij ging. Heb je nooit ergens een bordje aanschroefd? Nou, in mijn jonge jaren wel eens even. Ja. Want hoe lang doe je dit al? Nou, ik denk al 20, 25 jaar. Dit komt dus ook al in bediek worden. Dit is een oude centmast. Een centmast, hoe kom je daar dan aan? Ja, die komt er wel eens op schadelen. Dat ding loopt niet een moment aan de dik. Die jongen kreeg een eigen centmast, een amateurzender. En dat ding moest voort. Dus ik heb dat ding demonteerd en hij is in de garage gekomen. En ik heb hem mooi reed en wit verven. En dat is... op een gegeven moment kwam ik een complete radarinstallatie in. Radarinstallatie? Die heb ik dus ook mooi om. Hij moet nog aansluiten worden, want dan werkt ik nog. Maar dan kun je dan verder niks mooi hoor. Nou ja, dan kun je zien dat de buurt er weer door. Tenminste, dat moet je gewies. Misschien nog er ook een beetje, maar die molen die komt dus ook met grafvuil bij. Op een gegeven moment toen kwam ik bij en die wist dat ik spul verzamelen. En hij zei, ik heb nou wel een hele clusterbom lezen. Een clusterbom? Ja. Dus dit is een hele clusterbom van de Amerikaanse marine. En die heeft gegooid op een vliegars. Dus dan ging ik de jongens even heen en neem ik een kar mee en dan laad ik het spul in. Oh? Ja. Als het nou achter mij omkost, dan kost hij mijn heilig. Dus had hij altijd verhaal over de oorlog en hoe slim, dat weet hij helemaal niet hoorden in de oorlog. En daar heb ik me dus eigenlijk een beetje in verdiepen. Ja. Nou, de Tweede Wereldoorlog, dat is mijn hobby eigenlijk ook wat. En, nou, en zo ben ik oorlogen van 1948 al, onafhankelijkheidsoorlog. Ja. Dit is eigenlijk gebaseerd op een roadblock tussen het Palestijnse deel en... En wat vind je van die situatie daar? Het is een ramp. Dat is just, we ben ik in de Palestijnse gebieden toen geweest. En dat is juist hoe ontspannen en vriendelijker de mensen ten opzichte van de Jemenen. En dat is juist de Joden. Of de Joden, eigenlijk net het Israëli's met z'n zes. Ik denk die mensen gestrest dat ze eten al hier. Dat is net een prettige wereld om daarin te leven, dacht ik. Ik ben er wel eens mensen die zeggen dat jou nooit volwassen worden bent. Jawel. Dat had mijn vrouw ook wel gezegd, maar die is hartstikke blij dat het bij nog steeds in me zit. Ja? Ja. Dus had jou ook jong? Ja. Misschien koster ik het wel een beetje. Ik denk van lid met mijn mooi broertje. Ja. Ja, ik heb wel plezier. Nou, dat is de laatste onwinst. Nu zien we er nog een mooi plakje voor hebben. Het hing het aardig vol. Nou, hing het er mooi tussen. En ja, dobbelsteen, daar ben ik wel gewoon bij die zei van ja, is dat nou echt een dobbelsteen? Nou, er ben dobbelsteen bij, ik maak een knipeeg. Ik ben een keer begonnen te tellen en toen ben ik bij zowat 500 ben ik gestopt. De bijzonderste, nou, dat ben verschillende. Elke dobbelsteen had eigenlijk haast wel een verhaal. En waarom een verhaal? Omdat er mensen binnen, werd zich in de wereld binnen, als ze een dobbelsteen zeggen, dan denken ze mij en dan wil het ding mooi nam. En dat is de waarde, want zij heb ik hier gewoon, die komen uit Wenen. Die hebben buren mooi nam, die winnen er op vakantie. En nou, ik wil om mij denken en dat ben deze dobbelsteentjes. En zit je nu elke jongen te dobbelen in, of net? Nee, nooit. En dat is van mijn spultjes, zie ik. Die komen eigenlijk nooit in de hoezel in, ja, als ze een kleurige verf krijgen en ze maar bij de kachel droegje of zo wat in. En dan, nee, ik ben net een spultje man, maar ik vind het ontwerp en het maatje ervan vind ik heel belangrijk en heel mooi. Want deze spultjes die stinnen hij zelf maakt al hier? Ja. Ze zijn net al hier zelf betocht, er zijn bestingende spultjes bij, maar ze zijn wel al hier zelf maken. Nou ja, ze hebben een heel soort dingen. Dit is een roulette. Nou, wat het leuke is, dit is een chilldop is erin verwerkt. En dan gooi je die de zin in. En dan scoor je punten. Maar hij draait op de snelheid van een platenspeler. Je zet een platenspeler in.
Zelf betocht? Dat heb ik zelf betocht, maar ja, roulette besteedt natuurlijk wel. Ja. Maar dit is mijn uitvoering. En waarom hij deze spultjes al hier maken? Nou, zal ik vertellen. Wij hier van het werk, en dat is al mooi, hier in Lien, zo'n spultjes dwan. En toen dacht ik van, ik ben eens een spultje dwan, dat wie in de tijd van Hins. Maar toen hingen we van dit soort dingen. En we hebben een hele gezellige jongen. En toen heb ik ze hier naar de buurtvereniging helemaal in feestje. En dat werd ik zeer geslaagd. En toen heb ik de snijd en morgen mijn lichtelijke kater. Heb ik die saaie spultjes die we hier opsketst. Ik denk, je weet nooit wat goed voor is. Maar ik geef het hier toe, dus ik ben er maar begonnen. Steek een saaie spultjes een maatje. Nou, die had de vrouwenvereniging had dat. En het korps had dat. En zij is het eigenlijk wat groeit. Nou, die heb ik betocht bij de Chinees. En waarom? Dan kregen we deze stokjes. Nou, dan denk ik van... Ja, misschien dat wel een afwinkel voor mij, maar ik denk van wat kind ik daarmee? Nou, dan rennen we even naar het spultje dan. Dan maak ik even van je langs. Dit is het wun. Je zet hier knikkers op en in de duur van de zandloper, jullie nog jouw er maar ik bij, maar die knikkers naar die oren kant daar, door middel van die twee stokjes. Nou, en dat is best wel moeilijk. Want daar maar eens op komen te lezen. Maar ja, alle spultjes hoef ik net makkelijk te werken. En zo zet je ze erop. En lukt het net, liet je ze lezen. En dan ging je gewoon terug. Hey, die doe maar eens even geld zetten. Ja, zo makkelijk is het maatje van het spultje eigenlijk.